Wist je dat Nederlanders in de middeleeuwen zo'n 300 liter bier per jaar dronken? En wist je dat ze zelfs meer bier dan water dronken, omdat het voedzaam en veilig zou zijn? En daarom drink ik het ook, omdat het voedzaam en veilig is. Ik heb natuurlijk wel eens gehoord hoe bier gemaakt wordt, maar ik heb het eigenlijk nog nooit echt gezien. En dat ga ik eens even regelen. Harry, ik persoonlijk ben wel een bierliefhebber. Nou, ik neem aan dat jij dit ook bent, want jouw familie heeft al generaties lang een bierbrouwerij. En ik zei het net al even in mijn introductie dat vroeger in de middeleeuwen werd er eigenlijk meer bier gedronken dan water zelfs. Mm-hmm. Omdat het voedzaam en veilig zou zijn. Waarom is dat eigenlijk zo? Bier wordt altijd gekookt in de kookketel. En dus het slechte water van de middeleeuwen werd door koking steriel gemaakt. En waarom is het dan voedzaam? Bier is redelijk voedzaam, omdat natuurlijk gerst gebruikt wordt, gerstenmout. En daar zit zetmeel in. Wij staan hier natuurlijk niet voor niks, want wat is dit? Dit is de bron. Dit is de bron waar ons water uit de grond komt. Het is 6000 jaar oud. Het is een bron van 152 meter diepte. En hier komt ons bronwater uit de bodem opgeweld. En waarom is bronwater zo goed voor bier? Bronwater is door de overheid gecertificeerd. We zijn de enige brouwerij die dat heeft. En we gebruiken dat rechtstreeks in de bierketel. Het is zo zuiver. En zo puur van smaak dat we het rechtstreeks kunnen gebruiken voor de bierbereiding en er niks meer mee hoeven te doen. Is bronwater ook heel bepalend voor de smaak van bier? Bier bestaat voor 95% uit water. Dus als dat al goed is, ja, dan weet je ook dat de bierkwaliteit goed is. Maar dit water is dus 6000 jaar oud? Ja. En waar komt het dan vandaan? Dit is uiteindelijk vroeger 6000 jaar geleden als regenwater in de Eifel gevallen in Duitsland. En heeft er 6000 jaar horizontaal door de krijt- en mergellagen stromend. Heeft er 6000 jaar over gedaan om hier te komen. Wat gaat er eigenlijk nog meer in bier? Gerstemout, gist en hop. En dat zijn de vier ingrediënten waar je bier van maakt. Maar dat gaan we nu bekijken. Oké, leuk. Okay? Ja. Hier komt gerstemout, die in de moutfabriek gemaakt is, van gerst naar mout, komt hier bij het water. Je ziet hier een donkere mout, dat is voor donkere bieren te maken. En je ziet hier een pilsner mout, dat is voor lichte bieren te maken. En daar kun je een mélange van samenstellen. Maar dit is de basis eigenlijk? Dit is de basis. Water, mout en dadelijk komt de hop. En dus dit is het eerste proces? Ja. Daar zit dus dat gerstemout in en het bronwater? Het bronwater en het gerstemout. En hier wordt dat door een filterbodem wordt het gefiltreerd en dan gaat het naar de kookketel. En daar wordt het gekookt samen met de hop. Ik ga je hier de Amerikaanse aroma hop geven. Een hele zeldzame, goede hop. Mooie aroma. En die mag jij toevoegen aan het bier. Ja. Nou, daar gaat hij. Ja. Je ziet, hij begint nu te koken. Doe hem maar dicht. Ja. Hoppatee. En dat is jouw brouwsel. Wat is dit, Harry? Dit is de gist die wij al 100 jaar gebruiken. En dat is een eencellig wezentje, een gistcel, en die kweken we op tot miljarden. En daar wordt het bier mee aangesteld. En die gist zet de vergistbare suikers om in alcohol en koolzuur. En dan heb je bier. Ik moet gewoon vullen. Ja, vullen maar en we gaan het suikergehalte bepalen. Dan kunnen we later het alcoholpercentage uitrekenen. En nu even de spindel erin. De dichtheid bepalen. Oké, en dit is belangrijk, want dan kun je uitreiken hoeveel alcohol in het eindproduct zit. Is dit het goed? Dit is prima. Oké, hij is werkt dus goed. Niets meer aan doen. Oké. Zo, hier kun je heel wat bier in kwijt, denk ik. Ja, in één zo'n tank zitten meer dan 800.000 flesjes bier. We hebben hier alle vier de ingrediënten bij elkaar. De hop, het bronwater, de gerst, mout en de gist. En dit gaat 6-7 weken in lagering, vergisting. En daarna krijgen we een heel mooi eindproduct. Onze gist geeft een heel mooi smaakprofiel. Er zijn wel, in iedere gist zitten wel 2000 verschillende smaakcomponenten. En Alfa heeft een aantal heel interessante, exceptionele smaakjes in haar bier. Natuurlijke smaakjes. Maar hoe zorg je er nou voor dat die kwaliteit van dat bier een beetje constant blijft? Kijk, met het laboratorium kun je allerhande dingen meten. Maar de echte passie en de echte kwaliteit, die maak je met gedreven, gemotiveerde medewerkers. Met passie en gedrevenheid. Dus we proeven hier met z'n allen iedere dag bier. En daardoor krijg je die optimale kwaliteit.
Harry, ik wil die passie, die wil ik nou eens een keer proeven. Want we hebben het steeds over bier. En je ik begint dorst te krijgen. Ik begin een beetje dorst te krijgen. Dat is goed. Nou, dat staat al klaar. Ja. Nou, dat ziet er heel verschillend uit, hè? Ja, dit is het Alfa Edelpils, dit is het Super Dortmunder en dit is het Oud Bruin. Dat moet om 10 graden gedronken worden. Heel anders. En dit is de Lentebok. Die is nog niet op de markt. Die wordt over 2 weken uitgeleverd. Moet nog gefiltreerd worden. En dat is een zomerbier. Ah, ik zit al op het terras. Maar waarom kan het ook nooit bij 1 biertje blijven? Ik zou zelf ook wat drinken. Ja, kom.